Het is alweer bijna, nou ja, bijna schoon. Het ziet er wel beter uit, Roel. Ja, we moeten toch even met een trekker eroverheen. Oh, shit. We moeten nog even... Trekker! Dan krijg je van die lijnen krijg je anders. Ja, he? Precies. Ja, dit. Ik kan jou nu bijna veel minder zien dan net, eigenlijk. Ja. We hebben het even schoongemaakt, het raam bij de briefbus. Ja, daar is aan mijn kant weinig aan te doen, natuurlijk. Oh ja. Zo. Ja, dat ziet er wel weer beter uit, hoor. Ziet er wel beter uit. Ja, als het opgedroogd is, denk ik. Ja. Of ik moet even een trekker hebben, inderdaad. Ja, ja. Kun jij pas die fles glasdeks door de brief mee? Ja, zal ik even kijken of ik jou die... Die past niet. Oké. Okay. Nou, als je die dan even aan iemand mee kan, aan de glasdeks, Piet... Dan ja, ik heb wel een doekje. Ik kan wel even wat glasdeks op het doekje doen. Dat dat is top. Jou dat even... Even een nat doekje door de brievenbus. Zit ook onder de aerosolen, natuurlijk. Ja, precies. Dat ja. Nee, dankjewel. Heb je hem? Ja, helemaal goed. Oh ja, dit werkt. Oh, kijk eens even. Het schuimt helemaal. Het wordt alleen maar erger. Hé, ik ga het fysiek afscheid van je nemen. Ja, je verdwijnt achter een laag schuim. Een end is een start, maar een start heeft ook zeker een end. En Roel Maaldrink was hier van Plakshot. En wil je nog wat zeggen tegen mensen die luisteren? Iets van een soort kerstgroet of iets anders dergelijks? Ja, kijk naar elkaar om. Naar alle mensen, oude mensen, jonge mensen, dikke mensen, dunne mensen. Naar vergeten kinderen, naar niet vergeten kinderen. Dat was mijn kerstboodschap. 3FM Serious Request. Vraag nu je plaat aan en steun het vergeten kind. Check 3FM.nl.